الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وخلنا أي فضل فتلم بات أي سفك عائشة رسل خرط خليل بين الإسلام الإشياء الشبنسي التبريد كان اسم الأحاديث سعيد فو كنا profiteren van de profeet tegen haar manier, haar intellect, maar ook haar lust voor kennis en haar geweldige inzicht om hier regelgevingen uit te kunnen onttrekken. Zij was ook veel vooraan gespecialiseerd in de zaken die zij binnenshuis heeft gezien. Zaken die zich afspeelden in het huis van de profeet sallallahu alaihi wasallam en ook in de wijze hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam zich ging gedragen. Veel ahadith over het gedrag van de profeet sallallahu alaihi wasallam thuis, over bepaalde aanbiedingen die hij deed thuis, dat heeft zij overgeleverd. Ze groeide uit tot een zeer geleerde vrouw die vanwege haar jonge leeftijd in staat was vele overleveringen uit het hoofd te leren. Aisha radiallahu anha ging heel veel overleveringen uit haar hoofd leren. Haar overleveringen worden tot op heden door velen bestudeerd, als bewijs aangevoerd, gememoriseerd en ook gedrukt. Masrook heeft in het kader hiervoor aangegeven: ik zag de grootste metgezellen haar vragen stellen omtrent religieuze verplichtingen. Daarnaast heeft Abu Musa al-Ash'ari gezegd: wanneer wij, de metgezellen van de profeet, geen antwoord op een vraag wisten, dan konden wij altijd bij Aisha terecht, want zij kon wel antwoord geven op die vraag. Uwa ibn Zubayr zei: ik heb niemand gezien met een grotere kennis over de Koran, of zekere plichting, of het toegestaan, niet toegestaan, opgedichten en gezegdes van de Arabieren of de genealogie der reis. Zij kende enige mensen, maar zij had ook heel veel kennis van de jurisprudentie. Uwa ibn Zubayr, dat is haar neefje. Arouh ibn Zubayr, dat is de zoon van haar zus Asma. Dus Arouh ibn Zubayr heeft veel kennis van haar gekregen, want zij was een zeepan. En dus hij levert over, hij zegt van: ik heb niemand gezien met een grotere kennis over de Koran of de verplichtingen of het toegestaan, niet toegestaan, of gedichten, of gezegdes van de Arabieren, of de genealogie, dan Aisha radiallahu anha. En dat was wel bekend. En in Fath al-Bari staat dat Aisha radiallahu anha zo ontzettend begiftigd was met kennis van de islamitische jurisprudentie. Tot een dusdanig niveau dat men zegt dat een kwart van alle regelgevingen door haar zijn overgebracht. In de zin dat zij dus die heeft overgedragen en overgeleverd van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Tevens was zij zo bedreven dat Ali ibn Abi Talib haar vele malen consulteerde in zaken van de islamitische jurisprudentie. Dat betekent dat er als er iets voordeed, juridisch, dat hij niet meer bij de familie, ons neefje van onze professor, die ook leden der gelovigen was, dat hij naar haar toe ging om advies te vragen hoe om te gaan met deze zaken. Aisha radiallahu anha leverde 2210 hadith over, waarvan 297 terug te vinden zijn in de boeken van Imam Bukhari en Imam Muslim. In het boek van Imam Ahmed, Muslim Imam Ahmed, heeft zij, want Imam Ahmed heeft eigenlijk zijn boek gerangschikt
op basis van de metgezellen die de meeste ahadith hebben overgeleverd. En hij heeft alle ahadith bij elkaar gebracht die Aisha heeft overgeleverd. En het waren 2210 in zijn boek Al-Muslim. Want Aisha wordt gezien als een van de vijf meest overleveraars van de hadith. Aisha, radiyallahu anha, wordt gezien als een van de vijf meeste overleveraars van de hadith. En in het leven van de profeet sallallahu alaihi wasallam stond zij bekend door haar gedrevenheid, maar ook haar welbespraakheid, maar ook ze was mondig, ze kwam heel goed voor haar eigen recht. En jullie kennen volgens mij het verhaal van dat een van de moeders der gelovigen kwam met het eten toen de profeet bezoekers had bij hem. Een van die moeders der gelovigen kwam eigenlijk met een soort bord eten. Bord eten naar waar? Naar de kamer van Aisha, zodat de profeet het kan geven aan wie? Aan zijn bezoekers. Toen Aisha dat zag, ging het gewoon op de grond gooien. Natuurlijk, dat stukje jaloezie was ook sterk aanwezig. En maar ze deed het gewoon. Van, dat vond ze gewoon niet leuk, dat iemand dan komt met het eten. De profeet heeft het allemaal op kunnen rappen, gewoon naar de grond. En hij ging daarmee naar binnen naar zijn bezoekers. En hij zei, waar het om me komt. Ze was jaloers. Dus ze had ook gewoon een bepaald persoonlijkheid die gewoon ze, als ze iets niet goed vindt of niet lukt, dat ze dat ook kenbaar maakt. Maar wat belangrijk is om te noemen, is toen de profeet ziek werd, sallallahu alaihi wasallam, voordat hij overleed, ging hij toestemming vragen aan zijn vrouw om bij haar te blijven. De laatste dagen van zijn leven. In die laatste drie dagen van zijn leven verbleef de profeet sallallahu alaihi wasallam bij Aisha. En zij was dus degene die met hem was in die moeilijke momenten. En zij heeft ook van die momenten allerlei ahadith overgeleverd. Dat bijvoorbeeld Abdurrahman, haar broer, binnenkwam en had een siwak gegeven. Siwak, zo'n tandstok. En dat profeet ging kijken naar Abdurrahman, dat hij met siwak bezig was. Hij had gelijk gewoon geconcludeerd dat de profeet misschien die siwak deed. Ze pakt siwak en ze geeft eerst kouden, salut, en dan pas aan hem geven. Zij heeft dus al die ahadith en de dood van de profeet Sa'ad ook van dichtbij meegemaakt, want hij lag wel op haar schoot toen hij overleed. En wat ook is overgeleverd, is dat ook in de gilafa van Omar, kijk in de gilafa van Abu Bakr heeft Aisha een belangrijke rol gespeeld. Maar er is wel een mooi moment geweest dat toen Omar radiyallahu anhu zo sterk bij lag, nadat hij gestoken werd door een vuuraanbieder in een mihraab tijdens het verrichten van Salat al-Fitr, bloedde hij veel. En dat waren ook de laatste momenten van zijn leven. Hij zei tegen zijn zoon Abdullah ibn Omar, hij zei voordat Omar overleed, zei hij, ga naar Aisha en vraag haar om toestemming, zodat ik, dus Omar, begraven kan worden naast zijn twee vrienden. Want de profeet is begraven in de kamer van Aisha. Toen hij overleed, was hij in de kamer van Aisha. Want de profeet had allerlei kamers rondom de moskee waarin de vrouwen van de profeet waren. Maar waar hij is doodgegaan, is in de kamer van Aisha. En ze wisten niet toen hij overleed wat ze moeten doen. En waar ze hem kunnen begraven, dat wisten ze niet. Toen zei Abu Bakr, ik heb de boodschapper van Allah horen zeggen, zij. De profeten worden begraven waar de dood gaat. En op basis daarvan werd hij begraven in de kamer. Toen Abu Bakr overleed, werd hij naast hem begraven.
En toen Omar op zijn sterfbed lag, zei hij tegen zijn zoon: ga naar Aisha en vraag haar of zij het toestemming kan geven zodat hij, dus Omar, begraven kan worden naast zijn twee vrienden, Abu Bakr en de profeet Salaamu. Toen dat bij Aisha kwam, zei ze: weet je, dat plek heb ik eigenlijk voor mezelf bewaard. Maar vandaag geef ik Abdullah, dus Omar, de toestemming om eigenlijk dat hij tegen zijn vader zegt dat hij wel begraven kan worden naast zijn twee vrienden. Abdullah ibn Omar komt met het nieuws naar Omar terwijl hij echt op zijn sterfbed was en aan het bloeden was van wat er is gebeurd. En Omar werd blij daarmee. Maar Omar zei tegen Abdullah, zijn zoon, en kijk hoeveel respect hij had voor Aisha. Hij zei tegen hem: als ik dood ben, ga nog een keer naar Aisha. En vraag haar: misschien schaamte zich schamen in mijn leven om nee tegen mij te zeggen. Vraag haar nog een keer. Vraag haar nog een keer om toestemming. En dit bewijst heel veel respect voor Aisha radiallahu anha, maar dit bewijst ook dat Aisha ook iemand was die dan zo haarzelf ging wegcijferen in dat moment, omdat ze de positie van Omar radiallahu anhu kende. En Aisha gaf dus toestemming en eigenlijk aan het lopen Omar zodat zijn vader begraven zou worden in die kamer. Voorheen ging Aisha die kamer waar haar vader was begraven en waar de profeet begraven was, zonder ook. Maar nadat Omar subhanallah in die kamer is begraven, ging ze nooit meer zonder ook in die kamer. En dit is overgeleverd in de authentieke boeken. Uit respect van dat Harman, kijk, Harman was daar begraven en Abu Bakr, dat is haar vader. Maar nadat Omar daar werd begraven, ging ze niet meer zonder hoofddoek de kamer in. Aisha radiallahu anha is een belangrijk persoon geweest in de geschiedenis van de moslims. Mede door haar kennis, mede door haar fiqh, begrip. Ze was echt een iemand die over veel begrip, veel fiqh had. Beschikte radiallahu anha. Tot slot vroeg de profeet Sassim gedurende zijn ziekte, vlak voor zijn dood toestemming, dus aan zijn echtgenote om zijn laatste dagen bij Aisha radiallahu anha door te brengen en voor overleed uiteindelijk in haar armen. Aangezien zij ontzettend veel van de profeet Sassim heeft gehouden, verkeerde zij na zijn dood in een moeilijke natuurlijke periode. Zij zelf overleed zij in het jaar 58 na de Hijra. Zij overleed in het jaar 58 na de Hijra op de 17e dag van de maand Ramadan. Zij overleed op de 17e dag van de Ramadan en zij is uiteindelijk 66 jaar oud geworden. Zij heeft dus 66 jaar geleefd en zij werd begraven in de begraafplaats van Medina, die bekend staat onder Jannatu al-Baqi'a. Jannatu al-Baqi'a, tegenwoordig wordt het al-Baqi'a genoemd, maar de naam van zo'n begraafplek is Jannatu al-Baqi'a. Dit is eigenlijk een klein beetje een samenvatting van het verhaal van Aisha radiallahu anha. Als we het even in bovenvlucht willen samenvatten, dan hebben we Aisha radiallahu anha die geboren is in Mekka. En die een kleine jonge persoon was in Mekka. Ze werd gevraagd of profeet ging haar vader vragen om dat te trouwen toen ze in Mekka was. Trouwde met haar na de immigratie. Werd de meest geliefde persoon bij hem. En zij ging dus heel veel leren van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ze had ook een haar eigen persoonlijkheid. Ze was
iemand die een heel beschikt over een persoon, een sterke persoonlijkheid. Een keertje kwam een groep jongeren bij de profeet Spanisch. En zij was achter, nog maar in het huis. En zij zeiden niet tegen de profeet Spanisch, assalamu alaikum. Ze zeiden, assalamu alaikum. Assam is gif. En zij hoorde het van achter. En ze zei boos, ze zei wa alaykum assamu wa la'natu ya ahfad al-qiradati wa khadati. Ze werd gewoon boos dat zij deed tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam. En ze zei gif is voor jullie, o zonen en kinderen van dit en dat. Toen zei de profeet tegen hem, maar dat is de rest van hem. Maar ik kan dat even officieel in de zeggen. Maar ze was gewoon, ze was bekend gewoon als persoonlijkheid. Heel sterk. Een keertje kwam Zeynep bin Jahsh. En Zeynep bin Jahsh was een nichtje van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En Zeynep bin Jahsh was eigenlijk degene die eigenlijk concurrent was van haar. Laat ik het maar zo uitdrukken. In vergelijking met de rest van de vrouw van de profeet. Was een soort direct concurrent. En zij was ook trots op het feit dat Allah haar eigenlijk niet trouwen met de profeet was. Zij de juist was degene die getrouwd was met zij, Ibn Khalid. En zij ging altijd pronken, ze zei tegen de vrouw van de profeet, de profeet heeft jullie allemaal gevraagd, een huwelijk en dit en ik. Allah liet mij trouwen met de profeet Sallallahu. In de Koran staat: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Allah zegt: wij hebben jou met haar laten trouwen. En ze stond bekend ook als een mooie vrouw, Zeynep bin Jahsh. Dat is een nichtje van hem. En een keertje kwam dus naar de profeet en ze zei: ja, Rasulullah, inna. Nisa'aka yunashik naka al-aqlafi binti al-wahhab. Jouw vrouwen vragen jou om rechtvaardig te zijn met hulp ten opzichte van een huis. En ze ging een beetje hard praten. Aisha bleef wachten kijken. En ze keek ook naar de profeet Slashim. Ze wist, ze ging kijken of moet ze reageren, moet ze niet reageren, moet ze reageren, moet ze niet reageren. Maar ze wist ook precies welk moment zij gaat reageren. Ze kijkt naar de profeet, ze kijkt naar zijn ogen tegen dat. En toen reageert ze hard tegen Zeynep, totdat Zeynep helemaal stil was. De profeet keek naar Aisha en lachte en hij zei: Inna Abidu Abi Qahafa. Zij is de dochter van Abu Bakr. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon wie zij is. Dat is gewoon zelfs mondig, duidelijk, ze kwam voor haar recht. Ook. Nou, kennis beschikt over een bepaalde persoonlijkheid. Natuurlijk heeft een bepaalde aanzien met de profeet Slaaslid, geliefd met de profeet Slaaslid. En ze wist precies wanneer ze wat moest zeggen, wanneer ze wat moest doen. En ze ging goed gebruik maken van een bepaald moment en ruimte die ze kreeg van de profeet Slaaslid. En zo kunnen we eigenlijk veel verhalen halen uit haar leven, maar wat haar echt. Bijzonder maakt is haar kennis. Echt als jurist, als een geleerde, wij kunnen met een volmond zeggen dat zij de meest geleerde vrouw van deze gemeenschap is. Aisha was de meest geleerde vrouw van de gemeenschap van Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ik ga het inshallah hierbij laten. And they do.